Van maandag 2 oktober tot en met zaterdag 7 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. In Veenendaal werd deze week feestelijk geopend in het gemeentehuis. Dit was tevens ook de opening van de expositie Door de Bril Van. Deze expositie is tot 15 oktober te bewonderen. Gea, wat is de Week van Toegankelijkheid in Veenendaal? Nou, de Week van de Toegankelijkheid in Veenendaal is een hele week vol met leuke activiteiten om mensen inzicht te geven hoe het is als men een beperking heeft. Ja, en wat voor activiteiten zijn er om die inzicht te krijgen? Nou, we zijn hier natuurlijk bij de opening op het gemeentehuis en daar is een expositie van kunstwerken die gemaakt zijn door kinderen met een beperking. Aansluitend lopen we straks naar het belevingslokaal in de corridor. Daar hebben we een rolstoelparcours en een donkerbeleving. En er staat ook een koffiekar waarmee met gebarentaal een kopje koffie kan bestellen. Oké, dus ja. Dat moet ik zo meteen met gebarentaal gaan proberen. Nou, ik ga kijken of me dat gaat lukken. Ja. Dat gaan we zo eens proberen. Nou, kijk ik naar jullie logo. Ik zie heel erg beperkingen. Iemand in een rolstoel zitten. Iemand met een hond lopen. Iemand achter een rollator. Ja. Maar een beperking is niet altijd zichtbaar. Worden ook die beperkingen als bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis ook aandacht? Helemaal, ja. En vandaar ook de kinderen ook met een beperking, want het is niet altijd zichtbaar. Dus men kan een auditieve beperking hebben. Het kan eigenlijk allerlei soorten beperkingen zijn. Ja. Mensen met een aangeboren of niet aangeboren hersenletsel, die zien wij ook bij de Week van de Toegankelijkheid. Ook daar moet extra aandacht voor komen. Ja. Mensen met een auditieve beperking, wat je dus niet ziet. Maar kijk, mij zie je met de hond lopen. Maar er zijn ook mensen met een auditieve beperking. Ja, daar zie je niets aan. Ja, het is gewoon heel goed om mensen bewust van te maken. Dat is ook jullie idee. Van, er kunnen alle soorten beperkingen zijn. Allerlei soorten beperkingen. En het is ook een beetje om te laten zien dat je niet je beperking bent. Hè? Dat je eigenlijk ondanks je beperking ook veel dingen nog gewoon kan doen. En dat is vaak de onwetendheid van mensen. Maar ook vanuit de gemeente zelf, hè. We hebben op de donderdag ook een hele leuke activiteit voor collega's van het gemeentehuis. Om een tour toegankelijk te gaan doen. Dus dan gaan ze lopen met een blinderstok en een bril op. Ze gaan in een rolstoel zitten. En ik neem ze ook mee naar de belevingswinkel om het zelf te ervaren. Dus dan krijg je ook echt op beleidsniveau dat men zich ervan bewust is. Ik heb al meerdere collega's gehoord die al een keer eerder mee zijn geweest op zo'n tour. Dat het toch letterlijk en figuurlijk de ogen opent. Ja, is Veenendaal een beetje toegankelijk voor mensen met een beperking? Nou, ik vind zelf van wel. We zijn natuurlijk een vrij nieuw, we hebben een nieuw centrum. Dus het is bijna allemaal sharing spaces. We hebben niet heel veel hele oude gebouwen waar je dus niet met een rolstoel bijvoorbeeld in kan. Dus er is nog best wel veel winst te behalen, maar we zijn op de goede weg. Ik heb net beloofd dat ik ga proberen om een kopje koffie in gebarentaal te bestellen. Dat gaat, wat is je naam? Ja, wij hebben eigenlijk hier een gebaren koffie en thee. We hebben koekjes en we hebben ook water. We hebben geprobeerd om een verschillende gebaren te maken. We hebben ook een chauffleurs gemaakt. Het zijn op A5, die kunnen uitgedeeld worden. Mensen kunnen ook een paar gebaren leren. Dat gaat het echt om bewust te maken van gebarentaal en gebarencafé. Ja. Hoe bestel ik nou een kopje koffie? Het is heel makkelijk. Je gaat een pauze maken en een kopje, en het is een kopje koffie. Dat is heel makkelijk. Nou, ik ga het proberen. Graag. Ja. Volgens mij is die goed gekeurd en krijg ik een kopje koffie.